is another one at about half pressure. Eén moment wat heel mooi was, was de dag van de lancering. And then at minus 3 seconds the order is given. En dat was heel spannend, want had ik nog nooit echt een lancering meegemaakt. De aftelling begon in het Frans, 10, 9, 8. 10, 9, 8, 7, 6. De satelliet waar ik voor zou gaan werken, zat aan boord van die raket. Als die lancering niet goed zou gaan, of als de satelliet niet zou blijken te functioneren, had ik geen werk. 4, 3, 2, 1. En de raket ging omhoog. Stop, décollage. Hij ontplofte niet. En daarna bleek de satelliet goed te werken. En hij is nu al dik vier jaar bezig met gegevens verzamelen. Dus alles is goed gegaan. Maar op het moment zelf zat ik echt wel te trillen en was heel zenuwachtig. En dat was wel heel mooi. Hoe zit het heelal in elkaar? Waar komen we vandaan? Wie zijn wij? Als kind keek ik altijd nog graag naar de sterren en werd lid van de JWG, een vereniging voor kinderen met interesse in het heelal. Echte nerds waren we. 5 vrienden, met een sleutel van de sterrenwacht op zak. Begin jaren 90 zaten we samen in het bestuur van de JWG en brachten we onze zomers door achter een telescoop in Zuid-Frankrijk. Ik ben tv-maker geworden en de sterren zijn voor mij altijd een hobby gebleven. Nu, 30 jaar later, zoek ik mijn vrienden van toen weer op. Zo ga ik langs bij Marco Langbroek. Hij keek altijd al graag naar vallende sterren. Deze meteorieten konden wel eens het water en leven op aarde hebben gebracht. Dit zijn eigenlijk kleine tijdcapsules. Hè? Dit vertelt iets over de hele vroege vorming van ons zonnestelsel. Maarten Kleinhans werd planeetwetenschapper. Rivieren die ooit stroomden op Mars vertellen ons meer over het veranderende landschap op aarde. Sommige stukken Nederland moeten gewoon gaan opgeven. Het Groene Hart, dat wordt nat. Daar kan je bijna niet onderuit. Wouter van Reven tekent als kind al sterrenkaarten. Hij werkt nu aan de beste sterrenkaart ooit. En dat is echt een geweldige impact op alles in de sterrenkunde. Marcel Vonk is een van Nederlands beste pokerspelers. En onderzoeker in de mathematische fysica. Ik vind het leuk om op zoek te gaan naar de vragen, maar ik vind het pas echt leuk als ik vervolgens die vraag ook kan beantwoorden. En ik ga terug naar de plek waar het voor ons allemaal begon. Waar jij nu zit, daar heeft Einstein nog gezeten, zeggen ze. Echt? Ik ben benieuwd wat ze hebben geleerd. Hoe ziet hun werkveld er tegenwoordig uit? Waar komt hun passie voor het heelal vandaan? Wat is het belang van wetenschap? En hoe gaan ze om met een hoofd dat altijd maar aanstaat? Mijn reis begint bij de oorsprong van het water en het leven op aarde. Het komt waarschijnlijk uit de ruimte. Planetoïden, kometen en meteorieten brachten water en aminozuren naar de aarde. Het leukste ding om uit te vinden zijn eigenlijk de dingen die je niet verwacht en die je nog niet weet. Dus het is heel moeilijk om te zeggen van dat wil ik nog uitvinden. Juist die onverwachte dingen uitvinden zijn voor mij heel, heel interessant. Even kijken, misschien ook nog. Deze moet je even heel voorzichtig even hier oplaten en dan zorgen dat het niet valt. Je hebt nu nog een stukje Mars in de handen. Er zijn bepaalde type meteoriet en dat zijn vaak ook basalten. En dit is dus een heel klein stukje ervan. Er zit gewoon een stukje Mars in. Ja, een stukje andere planeet. Het begint eigenlijk bij de vorming van het zonnestelsel. En uit de zonnenevel beginnen allerlei dingen te condenseren. En dat worden langzaam mineralen en die gaan samenklonteren. Dan krijg je eigenlijk het begin van planeten en planetoïden. Zo'n planetoïde is dat onder invloed van allerlei botsingen. Dan breekt hij aan stukken, worden er brokstukken van afgeworpen. Die brokstukken die gaan ook door de ruimte zweven. Dus hij komt in de buurt van de aarde. Botst als het ware op de aarde. Gaat door de dampkring 1.
begint dan, opbranden is niet eens het juiste woord, hij begint te verdampen. Eerst zo'n steen en die wordt steeds kleiner en kleiner, dan hou je daar zoiets over. En dan komt hij door de atmosfeer, op een hoogte van 25 à 15 km, dan houdt hij op met opbranden en licht geven. Dan begint hij eigenlijk aan een vrije val, koelt hij ook heel erg af. En dan komt hij dus op aarde terecht en dan vind je het meteoriet. En dan zag jij hem door midden? Dan zagen wij er een stukje van af, ja. En dat moet wel om te kunnen gaan analyseren wat daarin zit aan mineralen. En daarom ook vast te stellen welke type het is, noem maar op. We gaan nu naar de opslagruimte waar de klimaatkast staat met alle meteorieten van Naturalis. Nou, het ligt vol met dingen. Je denkt altijd, als je ontdekkingen gaat doen, dan moet je heel ver tegenwoordig gaan reizen of zo. Maar in dit depot kun je al ontdekkingen doen. Ieder jaar worden hier nieuwe diersoorten ontdekt in de collectie die er al is. Wat je hier ziet, dat is een klimaatkast. Ja. Sommige typen meteorieten zijn toch heel gevoelig voor vocht, voor variaties in temperatuur. En om ze zo goed mogelijk te bewaren en zo mooi mogelijk te houden, is dit een kast die eigenlijk de temperatuur en luchtvochtigheid zo constant mogelijk probeert te houden. In dit kistje zit de type veen. We gaan straks even met handschoenen om eruit te halen, want dat is wel nodig. En in deze doos zit een andere Nederlandse meteoriet, de Broekenwater. Hij ligt helemaal achteraan. Oh, misschien kun je even helpen. Hij is vrij zwaar, deze doos, en we willen hem niet laten kletteren. Water is essentieel voor het ontstaan van leven en bepaalt voor een groot deel hoe het landschap op aarde zich vormt. Ik heb afgesproken met Maarten Kleinans in zijn laboratorium aan de Universiteit van Utrecht. Maarten was voorzitter van de Sterrenclub en is nu planeetwetenschapper, ofwel professor water en zand. Denkend aan Holland zie ik woeste rivieren die zich vraatzuchtig door dichtbegroeid landschap slaan. Dat is mijn imitatie van het beroemde gedicht van Marsman. Ik hoop in de vingers te krijgen, te snappen en te kunnen voorspellen hoe complete landschappen ontstaan en ook veranderen. En met complete landschappen bedoel ik niet alleen het water en het zand, maar ook het leven dat erop groeit. En dat daardoor het hele landschap ook echt van karakter verandert. Het grote probleem is dat we dat op dit moment enigszins kunnen uitvogelen met een hele hoop grondboringen. Hoe dat dan in het verleden gegaan is, maar ja, we staan er niet naast. We kunnen het enigszins nabootsen met computermodellen, maar computermodellen zijn behoorlijk goed in water. Niet best in zand en bar slecht in leven en de interactie met dat water en dat zand. Terwijl als ik dat in de zandbak kan doen, dan heb ik echt water en echt zand en echt leven dat zijn ding gaat doen, plat gezegd. Dus dan ontstaan die patronen ook echt vanzelf. Ik maak iets heel eenvoudigs, iets heel simpels en de natuur maakt daar een patroon van. Wij doen hier natuurlijke riviermondingen mee na, waarin je met eb en vloed stroming heen en weer kunt laten gaan en dan ontstaan er fantastische landschappen van zandbanken en moddervlakten en schorren. Ja. En dan willen we heel graag begrijpen hoe dat in de werkelijkheid werkt, maar daar duurt het veel te lang. En hier staan we daarnaast en gebeurt het voor ons ook. Maartens metronoom is een zandbak, waarin een rivier wordt nagebootst door water wat naar de overkant van de bak stroomt. Om de werking van eb en vloed te simuleren, laat Maarten de bak continu langzaam heen en weer kantelen. Daardoor gaat het water in de rivier in de bak heen en weer stromen. Het laten kantelen is dé vinding van Kleinans. Het laat precies zien wat er gebeurt in riviermondingen, waar getij een grote rol speelt. Je kijkt hiernaar, maar je neemt het ook op? Ja, we nemen het op met foto's en dan kunnen we vanaf het allereerste begin, want dit was eerst helemaal vlak gestreken zand, kunnen we volgen hoe dat dan gaat. Dus dan zien we bijvoorbeeld van dit soort slingeringen ontstaan. Dus het begint eigenlijk met een kuiltje hier en een bobbeltje daar en dat wordt ietsje groter. En dan gaat het water van de vloedstroming dan omheen, terwijl de ebstroom er juist induikt. En zo bouwt de ene stroming die kant op en de andere stroming die kant op. En zo ontstaan twee zandbanken en geulen die elkaar ontwijken en om elkaar heen draaien.
is bijna dansen. Ik heb heel lang gedacht dat ik sterrenkunde ging studeren. En zodra ik begon met de studie, dat heb ik 1 maand gedaan, kwam ik er dus achter dat het eigenlijk toch wel heel lang eerst vooral allemaal wiskunde en natuurkunde was. En dat echt zelf waarnemen, dat liet nog een hele tijd op zich wachten. En uiteindelijk terechtgekomen dus bij de, wat toen heette de fysische geografie. De kunde van het ontstaan en de dynamiek van natuurlijke landschappen op deze planeet. En na enige tijd, toen ik daarin rondliep, ook van een andere planeet. En zo kwam ik toch weer terug bij de sterrenkunde. Ik ben toen tijdens mijn studie al met de JWG samen die dingen die ik bij mijn studie leerde gaan doen op de maan, op Mars en op andere planeten. Toen heb ik in een jaar zelf in de avonturen onderzoek erbij gedaan en een artikel geschreven, wat nu nog steeds gebruikt wordt als de basis om uit te rekenen hoe lang rivieren op Mars hebben gestroomd, hoe lang ze die delta's hebben gevormd. Mm-hmm. Dat is dus echt de verbinding geweest tussen mijn werk in mijn promotieonderzoek naar beweging van zand en grind in rivieren en de planeet Mars. En toen had ik hem weer terug. Nederland zal een antwoord moeten vinden op de stijging van de zeespiegel. Sommige stukken Nederland moeten we gewoon gaan opgeven. Het groene hart, dat wordt nat. Daar kan je bijna niet onderuit. De hele wereld woont op landschappen die veranderen. Die maken we mee als rampen, maar dat zijn eigenlijk gewoon natuurlijke veranderingen. Of je nou op een vulkaan woont of in een lage riviervlakte, overal gebeurt wat. En als wij daar als mensen mee willen omgaan en daar een veilige samenleving in willen kunnen zetten en in kunnen eten en verplaatsen en noem het maar op, dan moet je daar genoeg van weten. En dan liefst zoveel dat je niet zoveel ingrijpt en verandert dat je het kapot maakt. Ik denk dat Nederland af moet van het idee van alles dichtzetten met dijken. Want alle slapste stukken van Nederland in het noorden en in het westen, die gaan inklinken, daar zijn ze al heel hard mee bezig, dat gaat alleen maar door. En ondertussen stijgt de zeespiegel en dan ontstaat er dus een enorme druk, dus je krijgt zout water indringing en het wordt steeds moeilijker om dat te verdedigen en droog te houden. Terwijl andere stukken van Nederland, daar zouden we meer natuurlijke dynamiek kunnen teruglaten en dan kan zich daar vanzelf een nieuw landschap vormen dat misschien wel meegroeit met de hoogwater van de rivieren en de stijgende zeespiegel. Als we het nu nog op kunnen brengen om aan het akkoord van Parijs te houden, ik moet het nog zien, maar als dat zou lukken, dan voorkomen we echt gigantische rampen op deze planeet voor onze kleinkinderen en daarna. En misschien al wel eerder. Dat is echt werk te doen. Een ander groot probleem voor de natuur in Nederland is de lichtvervuiling. Het wordt nooit meer echt donker in Nederland. Wouter van Reven vertrok mede daarom naar Spanje. Ik ontmoette Wouter tijdens een sterrenkijkvakantie in Puy-Michel, Frankrijk. Later zaten we samen in het hoofdbestuur van de JWG. Ik zoek hem op in Madrid. Ik heb alles zelf ontdekt. De vragen van waarom is iets zo, die fascineren me. En het antwoord ook. En de weg daartussen is 90% van de wetenschap. Is ook interessant, maar niet zo interessant als het weten zelf. En ik was eigenlijk bang dat als ik de wetenschap in zou gaan als sterrenkundige, dat ik dan daarmee zo, ja, zeg maar, gefrustreerd zou raken over dat wetenschappelijke deel. Dat mijn hobby zou schaden. En daarom heb ik besloten om niet wetenschapper te worden. Het past allemaal net, hè? Ja, ik heb dus de auto uitgekozen om de telescoop heen. Want om dit te kunnen vervoeren naar het platteland, dat is voor mij echt heel belangrijk. De mensen zijn algemeen. Oh, vergeet nog. Als ik hem ga vervoeren, dit onderdeel hier dat beweegt. Ja. Dus om er nou voor te zorgen dat niet zo meteen dat ineens door de achteruit heen gaat, doe ik er altijd even een handdoek overheen. Of een doekje overheen, om ervoor te zorgen dat die. De achteruit heel laat. Ja, precies. Goed. Ik wist dat de wetenschap heel anders is dan de hobby. Maar in welke mate dat anders was en hoe dat, zeg maar, in de dagelijkse praktijk gaat als je sterrenkundige bent, dat wist ik niet zo goed. Dus ik ben naar de universiteit gegaan, ik heb sterrenkunde gestudeerd. En ik ben er daar eigenlijk achter gekomen dat de wetenschap zelf, dat me dat toch niet zo heel erg fascineerde, niet zoveel als de hobby. Ik ben softwareontwikkelaar geworden.
En ik ben bij consultancybedrijven gaan werken in Nederland. En heb ik 10 jaar lang allerlei software consultancy projecten gedaan. En toen ontving ik op een gegeven moment een mailtje van een oud collega van mij. En die vertelde mij dat er een vacature was voor een programmeerbaan voor een sterrenkundeproject van ESA. En ze dacht dat het misschien wel iets voor mij zou kunnen zijn. Nou, ik heb op die baan heb ik gesolliciteerd. En ik ben aangenomen en sinds 7 jaar werk ik dus nu hier als softwareontwikkelaar voor een sterrenkundeproject van ESA. Hey Wouter. Goedemorgen. Welkom bij ESA. Dankjewel. Welkom op mijn werk. Wat leuk om hier te mogen zijn. Ja. Hoe is het voor jou om dan hier te werken? Ja, fantastisch. Ik bedoel, kijk eens naar het weer. Ja. We zijn in Spanje hier, vlakbij Madrid. Bij ESA, bij zeg maar de Europese NASA. Ja. En ja, wij schieten raketten de lucht in met satellieten om data binnen te krijgen over de aarde, over het zonnestelsel en over het heelal. Ja. En daar werk ik aan. Goed, man. En dan zien we hier volgens mij het Gaia-model. Het is Gaia, inderdaad. En dat is ook het project waar ik aan werk. Gaia is een ruimtetelescoop van ESA, die in december 2013 werd gelanceerd. Het doel van deze zonde is om de posities, afstanden en snelheden van meer dan 1,5 miljard sterren te bepalen. Hiervoor bezit Gaia de grootste digitale camera ooit gebouwd, met een resolutie van 1 gigapixel. Waar we hier nu staan, staan we eigenlijk op de zonnepanelen. Okay. Die zijn voor dit model zijn ze van graniet. In het echt zijn natuurlijk echte zonnepanelen waar Gaia zijn energie vandaan krijgt. En dat is op ware grootte? Dit is op ware grootte. Dus in het echt is Gaia ook zo groot in de ruimte. Je ziet 2 spiegels. Ja. Die kijken allebei in 2 verschillende richtingen. Ja. Eentje kijkt bijvoorbeeld die kant op. Mm-hmm. En de ander kijkt niet exact 90 graden, maar ietsje ernaast. Ja. We nemen simultaan foto's. Als die aarde om de zon draait, dan zie je in 1 richting zie je een verspringing. Ja. Maar de richting daar loodrecht op niet. En op die manier kunnen we dus in een jaar tijd die verspringingen van die sterren zien. Ze krijgen gigantische hoeveelheid data binnen. Maar even voor de duidelijkheid, waar maken ze nou precies foto's van? Ze maken foto's van de sterrenhemel. Ja. Dat we daarmee de afstanden kunnen bepalen van 1,5 miljard sterren. Ja. 1,5 miljard? Dat is ongeveer 20% van de bevolking van de aarde. Dat is echt waanzinnig veel. Er zijn nog nooit van zoveel sterren de afstanden zo nauwkeurig gemeten als wij nu doen. En wat hebben we daaraan? Behalve dat het natuurlijk een hele mooie sterrenkaart oplevert. Het levert een hele mooie sterrenkaart op, inderdaad. Het levert ook ons een 3D-beeld op van de Melkweg. En dat is echt een geweldige impact op alles in de sterrenkunde. Want als we de afstanden tot de sterren die we zien goed kennen, kunnen we op basis daarvan weer de afstanden tot gasnevels, tot sterrenhopen, tot andere sterrenstelsels berekenen. Ja. Hoe nauwkeuriger we dat kunnen, hoe beter we kunnen verklaren wat we zien. En dus hoe beter de theorie we kunnen opstellen over het hele universum. Straks ga ik met Wouter sterren kijken op het Spaanse platteland. Nu eerst naar iemand die werkt aan deze theorieën over het universum. Marcel Vonk. In onze JWG-tijd was Marcel penningmeester. Ik ontmoette hem tijdens een pokertoernooi. Ik doe het vooral voor de eer. Ik zou het spelletje denk ik ook doen als ik er niks mee kon verdienen. De eerste grote titel die ik won was meteen een hele grote. Dat was in Amerika een World Series of Poker bracelet. En toen was ik destijds de 3e Nederlander die dat ooit gepresteerd had. Is dit hobby of is het werk? Dit is echt hobby. Mijn werk is natuurkundige. En dat is eigenlijk ook al een hobby, maar dat is dan een betaalde hobby. Maar dit doe ik echt omdat ik het leuk vind en niet om iets mee te verdienen. Het is echt tijdverdrijf. Marcel werkt als onderzoeker in de mathematische fysica aan de Universiteit van Amsterdam. Ik heb gemerkt door de jaren heen, ook doordat ik veel aan wetenschapspopularisatie doe, dat er eigenlijk 2 redenen zijn waarom mensen natuurkunde en wetenschap zo interessant vinden. De ene soort mensen vindt die verwondering heel erg leuk en willen vooral de raadsels en de vragen. En de andere mensen vinden het juist leuk om vervolgens te begrijpen wat het antwoord is. En die, ik zal niet zeggen de verwondering weg te nemen, maar in elk geval ook wat dieper inzicht te krijgen. Voor mij is het meer dat laatste. Dus ik vind het leuk om op zoek te gaan naar de vragen, maar ik vind het pas echt leuk als ik vervolgens die vraag ook kan beantwoorden. Ik heb altijd wel de neiging om overal de puzzeltjes in te zoeken en dingen echt te willen begrijpen.
Mijn broer had een atlas waarin pagina's stonden over sterrenkunde. En daar zag ik allerlei mooie getallen in. En hoe snel de planeten draaiden en hoe ver ze van de zon afstonden. En toen werd ik eigenlijk echt gefascineerd door het heelal en door ook, ja, ook de wiskundige beschrijving daarvan. En dat er heel veel te ontdekken valt wat we nog niet weten. Dat je daar ook echt iets aan kan doen, zeg maar. Dat het niet alleen maar raadsels zijn, maar dat het ook raadsels zijn die op te lossen zijn. Het probleem in de natuurkunde is, je kunt als natuurkundige eigenlijk nooit een probleem exact oplossen. Op de middelbare school krijgen we allemaal sommetjes en dan kun je netjes exact het antwoord opschrijven. Maar de problemen die je in de kwantummechanica tegenkomt of in andere takken van de natuurkunde, daar kun je eigenlijk nooit exact een wiskundig antwoord voor opschrijven. Dus wat wiskundigen en natuurkundigen doen, is een benadering maken. Je begint met een versimpelde versie van het probleem, wat je nog wel kan oplossen, en dan ga je dat steeds beter benaderen. Nou zijn daar allerlei standaard technieken voor om dat te doen, maar het blijkt dat de meeste van die technieken allerlei dingen als het ware niet zien. Dus er zijn effecten in de natuurkunde die je niet met dat soort benaderingen kunt beschrijven. En dan heb je dus andere wiskundige technieken nodig en die probeer ik te ontwikkelen en te onderzoeken. Uiteindelijk wil je natuurkunde doen omdat je iets voorspelt wat vervolgens ook waargenomen kan worden. Maar juist in de onderwerpen die ik doe, zwarte gaten, snaartheorie en zo, staat de theorie nog heel ver van de waarneming af. Dus het sluit niet direct aan bij wat mensen op dit moment in een laboratorium of met een sterrenwacht kunnen doen of zien. En wat heeft natuurkunde nou met poker te maken? In eerste instantie helemaal niks, zou je denken, maar er zitten toch wel heel veel karaktereigenschappen in die je als goede pokerspeler moet hebben en die je als natuurkundige ook moet hebben. Natuurlijk de wiskunde en het analytische denkvermogen, maar ook bijvoorbeeld geduld. Je moet net zoals ik net had, je moet met poker soms heel lang wachten op die goede kans. Heel vaak proberen en dan gaat het 10 keer mis en de 11e keer lukt het. Ja. En bij natuurkunde is dat ook wel een beetje zo. Je doet berekeningen en je probeert de juiste probleem, de juiste vraagstelling te vinden en het juiste antwoord. En dan moet je ook dat geduld hebben dat het 10 keer mis kan gaan en dan pas een keer lukt. Dan zag je de hele tijd gewoon maar, hoe heet het? Folden in het Engels, passen. Ja, ik had op een gegeven moment heel weinig chips meer en dan moet je echt wachten tot je nog een goede hand krijgt. En die kwam er niet, dus nou ja, dan is het pas. En dan moet je het geduld hebben om te wachten op die goede kans en die kwam gelukkig. Maar wat ben je dan de hele tijd aan het doen? Ben je het aan het analyseren? Wat gaat er om in het hand? Ja, je probeert te bedenken van wat voor kaarten kan mijn tegenstander hebben. En aan het begin is dat natuurlijk helemaal niks, maar dan zit hij bijvoorbeeld in en dan weet je al, dat zal hij niet met z'n aller slechtste kaarten doen. En zo ga je proberen in te perken wat hij kan hebben. En daar probeer je dan de beste strategie tegen te verzinnen. Is het meer wiskunde of is het meer psychologie? Een beetje van allebei. Voor mij is het zeker meer wiskunde, maar ik vind toch ook de psychologie wel leuk. Maar de psychologie is niet iemand diep in zijn ogen kijken en kijken of die 3 keer knippert en het daar dan aanzien. Het is veel meer patroonherkenning met wat voor of sterke of zwakke handen doet iemand bepaalde dingen. Een van de grote raadsels van deze tijd is de schijnbare tegenstrijdigheid van de 2 grote theorieën uit de 20e eeuw. De algemene relativiteitstheorie en de kwantummechanica. Aan het begin van de 20e eeuw bedacht Albert Einstein de relativiteitstheorie. Deze theorie zegt dat zware voorwerpen de ruimte-tijd vervormen, wat we ervaren als zwaartekracht. De massa van de aarde kromt de ruimte en de tijd, waardoor de maan om de aarde blijft draaien. Hetzelfde gebeurt met de zon. Door het krommen van de ruimte-tijd draaien de planeten om de zon. De kwantummechanica houdt zich bezig met het bestuderen en voorspellen van het gedrag van de allerkleinste deeltjes. Dat gedrag werkt ook door op grotere schaal. Ieder natuurverschijnsel kan kwantummechanisch uitgelegd worden. Behalve de zwaartekracht. Het spannendste van een zwart gat is dat we er eigenlijk helemaal niks van begrijpen. En dat je het wel wilt begrijpen. Dus dat we weten dat de kwantummechanica er een rol moet spelen. En we weten dat de relativiteitstheorie er een rol moet spelen. Maar we hebben geen idee hoe we die dingen aan elkaar moeten plakken. En juist omdat het op het snijvlak zit van. Ja, juist omdat die 2 belangrijke theorieën, eigenlijk de 2 theorieën van de 20e eeuw, dat die daar bij elkaar komen en dat we geen idee hebben hoe we dat moeten doen. Dus eigenlijk weten we wel van heel veel hoe het in elkaar zit, maar. Er mist nog wat. Er mist iets, ja. En het is dus een kans om een grote ontdekking te doen.
En weet jij wat er mist? Tenminste, als ik dat wist, dan had ik die grote ontdekking al gedaan. Nee, ik heb een idee welke kant het op gaat. En dat is niet alleen mijn idee. Heel veel mensen hebben de laatste tijd een idee dat het iets te maken moet hebben met meer thermodynamisch kijken naar een zwart gat. Mm-hmm. Dus de entropie is dan een woord wat je vaak hoort. Dat is zoiets als de wanorde van een zwart gat. Mm-hmm. Die speelt mogelijk een belangrijke rol. Dus daar wordt heel erg in gezocht in die richting. En als pokerspeler zou ik misschien, als ik mijn geld ergens op in moet zetten, zou ik zeggen dat het antwoord daar in die hoek moet liggen. Maar wat het precies is, dat durf ik niet te zeggen. 1873, maar we kennen hem pas sinds 2012. Hij is opgepikt door een landarbeider en zijn vrouw, die hem is aangevallen vlakbij. Mm-hmm. En die zijn ermee naar de lokale dorpsonderwijzer gegaan. En via de zoon van die dorpsonderwijzer is het bij de HWS Deventer terechtgekomen. Daar is hij een Curiosa-verzameling ingegaan en heeft hij eigenlijk anderhalf eeuw totaal onbekend op zolder gelegen. Het is nog steeds zeldzaam, een mesuriet, en zeker voor Nederland. Mm-hmm. We denken eigenlijk dat er iedere 3 tot 5 jaar ergens in Nelland iets neerkomt. We hebben er 6 uit de afgelopen 2 eeuwen. Ja. En dat zegt wel iets over de zeldzaamheid. Ik was heel slecht in wiskunde. En om sterrenkunde te studeren moet je gewoon heel goed zijn in wiskunde. Dus toen dacht ik, ja, misschien archeologie wel leuk. En toen ben ik dat, bijna eigenlijk als een soort gok, ben ik dat gaan studeren. En ik werk op dit moment nog steeds als archeoloog. Ik heb een hele brede belangstelling. En ik denk dat het daardoor ook komt dat ik in die verschillende takken actief ben. Wat tegenwoordig wat vreemd is. Tegenwoordig als wetenschapper ben je heel erg met een heel klein deelgebied vaak nog van een discipline bezig. Ik ben een van die uitzonderingen die eigenlijk nog wel zo heel breed bezig is. Ja, ik zag de steen en ik had onmiddellijk door dat dit een meteoriet was, dat ten eerste. Maar ook dat dit een heel bijzondere meteoriet is, een heel bijzonder type. Want wat zag je dan? Wat dacht je dan van, hé, dat is bijzonder? Moet ik hem eigenlijk even eruit gaan halen. Even een glasplaatje. Dit kistje is dus ook ergens uit 1873 of kort daarna. Dat is speciaal voor de meteoriet gemaakt. En je ziet een mooie uitsparing voor. Dit is hem. En wanneer je dit ziet, dit hele donkere... Het hele doffe wat hij heeft. Ja, dan weet je onmiddellijk dat dit een koolstofchondriet is. Mm-hmm. Dat is een koolstofhoudende meteoriet. Ja. En die zijn heel bijzonder en heel zeldzaam. Ik heb het nu een aantal keer gehad dat ik echt als een van de eerste een nieuwe meteoriet kon vasthouden. Het eerste is natuurlijk, je weet dat je toch iets vrij zeldzaams in handen hebt. Dus je hebt echt zoiets van, wauw. En vervolgens komt gewoon die interesse van wat zit er allemaal in zo'n steen? Wat kunnen we er allemaal van leren? En welke nieuwe dingen kunnen we hieruit uit gaan halen? Ja, ik pak even mijn iPad erbij, dan kan ik wat laten zien. Ja. Kijk, dit is eigenlijk hoe die steen er van binnen uitziet. Dit zijn microscoopopnames. Ja. En het is een, wat noemen we, een brexie. Dat betekent dat het een samengekit geheel is van allemaal kleinere brokstukjes. Mm-hmm. Hier zie je duidelijk zo'n brokstukje zitten, bijvoorbeeld. Op sommige plaatsen is de steen aangetast door water. En dat zien we aan bepaalde mineralen die zich dan vormen. Dit is eigenlijk nog bijna een solide stukje oernevel wat je in... Dit is echt gewoon 4,6 miljard jaar... Ja, dit is het oudste materiaal wat je kunt vinden eigenlijk. Het oudste materiaal wat er is in het zonnestelsel. En je hebt er nog één meegenomen? Ja. En dat is de Broek in Waterland? Ja, en dit is een heel recente val. De Broek in Waterland. Dit is een zaagvlak. Ja. Je ziet in het licht, je ziet de glimmende vlekken. Ja. Ja, dat zijn allemaal kleine stukjes ijzer. Dus dit is een steenmeteoriet, net zoals deze, maar zonder koolstof. En wat sterker veranderd onder invloed van warmte. Hij is op 11 januari 2017 gevallen bij Broek in Waterland, net ten noorden van Amsterdam. En is daar op het dak van een tuinhuisje, een tuinschuurtje terechtgekomen. En ze hebben het op een gegeven moment gemeld. En Leo en ik van het museum hier zijn er naartoe gegaan. En dan sta je opeens dus met een 0,5 kilo chondriet in je handen. En weet je gewoon, je hebt de 6e meteoriet van Nederland in je handen. En wat maakt het nou voor jou zo bijzonder? Ja, dit zijn eigenlijk kleine tijdcapsules. Hè? Dit vertelt je iets over de hele vroege vorming van ons zonnestelsel. Het vertelt je iets over alle processen die er op planetoïden plaatsvinden. Die we eigenlijk anders niet kunnen weten. Dus het geeft ontzettend veel informatie. En
Ja, het feit dat het uit de ruimte komt. Ik wou net zeggen, dat is toch ook een factor dat je gewoon... Ja, zonder dit materiaal zouden jij en ik er niet geweest zijn. Terug bij Maarten Kleinhans. Muziek is voor hem heel belangrijk. Het mooiste moment uit mijn carrière was dat ik achter de piano zat en de metronoom bedacht, terwijl ik zat te spelen. En ik was op dat moment aan het schrijven aan een onderzoeksvoorstel om die riviermondingen met getij verder te onderzoeken. En ik moest dus bedenken van hoe ga ik nou die getijstroming voor mekaar krijgen. En dan is altijd de kunst om je gedachten soort van uit te zetten, niet heel erg op geconcentreerd te blijven. En ik zat dat te bedenken en dat was echt gewoon het eureka moment. Op dat moment had ik hem. Ik denk, dit moet hem worden, dit wordt hem gewoon. En dan, dan ben je dus weken bezig met het schrijven van de dingen die je wil gaan doen. Dat is eigenlijk veel leuker dan het schrijven over de dingen die je al gedaan hebt, want daar stond je al naast. Hey, hoe kijk jij naar de wereld? Kijk je continu ook met je in je achterhoofd van oh, waterstroom, zand, of kun je ook gewoon boodschappen doen? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik zie overal mechanismen, processen, patronen. Er is geen ontkomen aan. Zelfs met autorijden, als je echt je aandacht erbij moet houden, dan zijn er allerlei parallellen tussen de verkeersstromingen en de waterstromingen. Dat zie ik gewoon, dat gebeurt. Nee, we hebben geen metronoom in huis. Ik heb er vroeger natuurlijk wel mee leren spelen. Maar ik was wel een stuk aan het spelen waar er zeker een maat in zat, zeg maar. Ik dacht, maar het moet gewoon heen en weer gaan, dat is de oplossing. Dat was het. Het was echt gewoon de muziek. Ik heb sowieso associaties met muziek. Want alle golven en boventonen van geluid, hoe je dat moet beschrijven, dat lijkt heel erg op zandbanken. Daar heb ik een hoofdtoon in en er zitten allemaal tonen bovenop. En dat maakt die zandbankpatronen zo mooi en zo complex. En wat heb je met muziek? Ik heb het nodig. Het is voor mij het is weer een soort van afstand maken. Dat bedenk ik nu. Het is een afstand maken en weer even rust. En het is alles doordringend en het duwt dus alles weg. Daarmee hoef ik even nergens aan te denken aan andere dingen waar ik allemaal druk mee bezig ben. Ik ben altijd 20 ballen tegelijk aan het hoog houden. Met muziek is dat weg. Dat is echt misschien wel een van de weinige manieren om te ontspannen. De wereld en omstreken, het heelal, zijn zo ontzettend mooi. Ik kan niet ophouden met daar naar te kijken. Maar het is ook het soort van uitstraling dat de wetenschap toen had. Namelijk, je trekt je een soort van terug naar de wereld, van de wereld, om te gaan observeren, om waar te gaan nemen. En het beeld dat ik had van een sterrenkundige was dat hij inderdaad op een berg woonde in de buurt van de telescoop, ver weg van de hele wereld. Dat dus ook zo over uit kon kijken. En dat trok mij ontzettend, omdat je dan de rust hebt en de afstand om de dingen echt goed te zien. En is dat ook echt zo nu? Ja. Fijn. Ja, werken we keihard aan. Ik heb de rivieren en delta's zodanig verkleind dat ik ze met afstand kan bekijken in de zandbak. We hebben hier een hele mooie zandbank liggen. Ja. Dat is eigenlijk het einde van deze gul. Ja. Maar daar heb je ook een grote gul liggen en die eindigt in die zandbank daar. Mm-hmm. En hier ligt weer een gul, die eindigt in deze zandbank. Dus ze zijn elkaar als het ware aan het ontwijken. Er ligt altijd een stuk zandbank tussen die geulen. Ja. En waarom dat nou precies gebeurt, beginnen we nu langzamerhand een beetje iets van te begrijpen. Er was begin dit jaar een prachtige boodschap over dat die zeespiegel versneld gaat stijgen. Meteen daarop komt de Delta-commissaris met het bericht: oh, maar we hebben het op orde in Nederland. Met andere woorden, niemand hoeft zich zorgen te maken. Want als je mensen te veel zorgen laat maken, dan willen ze het niet weten. Dan draaien ze zich om en dan gaan ze niet meer luisteren. Maar als je mensen te weinig zorgen laat maken, dan gebeurt er ook niks. Dat is het dilemma waar we doorlopend mee zitten. Hoeveel moet je zeggen, hoe duidelijk moet je zijn om duidelijk te maken dat er echt wat moet gebeuren en je niet meteen wordt weggezet als zo'n maffe klimaatfanaat? Dat is zoeken. En de enige weg die ik tot nu toe gevonden heb, is mensen meelaten beleven en voelen hoe het werkt, hoe die natuurlijke dingen werken.
Dan snappen ze de werking en waarde van wetenschap beter. En misschien dat ze dan ook begrijpen dat wat wij daar hebben ontdekt en gevonden ook echt waarde heeft. En dat je er toch echt naar moet luisteren. Dus daarom speel ik met water en zand, met kinderen in de zandbak. Terwijl de nacht valt over Madrid, rijden we naar Wouters favoriete waarneemplek op het platteland. Ver weg van de lichtvervuiling van de Spaanse hoofdstad. Toen ik op de middelbare school zat, ontdekte ik ruitjespapier, want dat moesten we gebruiken bij wiskunde. En toen heb ik zelf verzonnen van, nou, één zo'n centimeter, één zo'n ruitje, kan ook 1 graad aan de hemel zijn. Nou, je hebt 360 graden in een cirkel en van het noorden van de hemel tot het zuiden van de hemel heb je 180 graden. Dus ik heb een catalogus gepakt waar posities en helderheden van sterren in stonden. En toen heb ik uiteindelijk zelf een sterrenkaart getekend die 1,80 meter hoog was en 3,60 meter breed. En die heb ik helemaal met potlood getekend, later met pen overtrokken. En die hing bij mijn ouders thuis op mijn slaapkamer aan de muur. Sommige mensen hebben hebben kinderen, en ik niet. Sommige mensen hebben huisdieren, en ik niet. Ik heb een telescoop. Zou je kinderen willen? Ah, dat is wel een goede vraag. Als daar ooit de gelegenheid voor komt, en tot die tijd, en daarna waarschijnlijk ook nog wel, ga ik lekker sterren kijken. Hier gaat dan. Meteen op het noorden gericht. Dus dit gaat hier nog even op. En dan zitten daar boutjes en daar moeten die vleugelmoertjes in. Hier aan de overkant? Ja. Hij staat er niet helemaal recht op namen. Nee, maar dat komt vanzelf goed. En Pierre Michel weet ik nog dat bij die 1-meter telescoop, dan ging ik foto's maken. Ja. Ja, dat was gewoon een wankel trappetje, voor de rest was helemaal niks, ja. Een balk. Ja. En dan moest je dan op staan en dan moest je echt een half uur lang of nog langer stilstaan. Een volgsterretje in zo'n kruisje zien te houden. Ja. Ja, dat was het dan. En dan had je een foto. En dan had je foto, ja. En als je pech had, dan had je ergens vergist en dan kreeg je allemaal van die. Ja, van die sterren met streepjes. Ja, dat klopt inderdaad. Dus dit is wel een vooruitgang. Ja. Ik heb eigenlijk in Pierre Michel nooit gefotografeerd. Nee. Wat me toen niet interesseerde. Net als, ik bedoel, ik ben pas heel recentelijk echt begonnen met fotografie, een jaar geleden. Ja. En dit vind ik heb ik altijd veel gaver gevonden. Ik bedoel, fotografie vind ik nu ook leuk. Ja. Ja? En ik probeer het ook te combineren. Als ik hierheen kom alleen, dan zet ik daar ergens mijn fotografie-spulletjes op. Mm-hmm. En dan zet ik die aan en dan met de computer gaat die alles automatisch voor me regelen. Ja. Maar dan ga ik daarna toch weer hier zelf visueel waarnemen. Want dat blijft toch op de een of andere manier blijft me dat het meest fascineren. Ik heb mijn mobiele telefoon even in een speciale houder gedaan. Die kan ik dan helaas niet aan de lens koppelen. Maar ik kan hem wel gebruiken om een poging te wagen te laten zien hoe Saturnus eruit ziet door mijn telescoop. En kijk, daar zie je. In één keer bingo. In één keer bingo. Als ik hem nou even een beetje zachter doe. Dan heb ik een foto gemaakt. En dan is dit. De foto. Dit zie je niet met een telescoop. Nee. Dat is eigenlijk een van de frustraties van het visueel waarnemen. Mm-hmm. Het blijven altijd vage, grijze vlekjes waar je eigenlijk helemaal al deze kleuren zie je niet. Mm-hmm. En het is toch een manier om door mij als amateur, zelfs uit mijn achtertuin, toch zichtbaar te maken dat er kleur aan de hemel is en dat er dit soort van fantastische nevels zijn. Kijk je ook nog wel eens, besef je nog wel eens wat je eigenlijk ziet? Ja. Ik ga ook heel specifiek op zoek naar. Of denk je van, oh, die foto is goed gelukt en die kleur is goed? Of, weet je, maar uiteindelijk kijk je natuurlijk gewoon zo ver terug en zo'n. Je kijkt hier gewoon naar een stervormingsgebied. En je ziet hier echt duidelijk dat er hier wat muren in de nevel zitten en wat stukken waar het gas dat oplicht op stof botst wat tussen de sterren ligt. En ja, zeker, dat ben ik me heel erg bewust van, absoluut, ja. Iedereen ziet de foto's van Hubble. Dat is echt niet zo. Als je een telescoop op zo'n sterrenstelsel richt, dan is het gewoon een vaag vlekje. Maar om dan toch zo goed te gaan kijken en met de juiste vergroting en een doek over je hoofd om zoveel mogelijk licht van de zijkant te blokkeren zo, om dan toch iets te zien van spiraalarmen of van condensaties in het stelsel, dat vind ik heel erg gaaf. Terug naar Marco Langbroek. Naast zijn onderzoek naar meteorieten kijkt hij ook graag naar satellieten.
hier gereconstrueerd heb is... de Indiërs hebben 3 weken terug een antisatelliettest gedaan... waar ze een satelliet aan stukken hebben geschoten. Ze waren zo dom om het filmbeeld vrij te geven. En daar bleek telemetrie van de raketten in te staan. In het beeld? Ja, en die heb ik dus kunnen gebruiken om op die laatste paar seconden van dat traject te reconstrueren. Ja. En dan blijkt dat het verhaal wat de Indiërs vertellen dus helemaal niet klopt. De Indiërs zeggen, hij is precies van, als de satelliet zo beweegt, is hij precies zo erop gekomen. Terwijl telemetrie misschien dat hij gewoon zo is gekomen. Wat voor, als het gaat om het creëren van ruimteafval en het risico voor andere satellieten, gewoon een veel groter risico is. Dus het is wel een ding, zeg maar. Ja. De term planetoïde betekent planeetachtig. In augustus 2008 kreeg Marco een planetoïde naar zich vernoemd. De 183294 Langbroek. Ik zwerf ergens rond tussen Mars en Jupiter. Ongeveer 2 kilometer grote planetoïde waarschijnlijk. Ja, hoe krijg je dat voor elkaar en de juiste mensen kennen? Nou, weet je wel. Nee, kijk, ik ben natuurlijk, op een gegeven moment ben ik echt actief geworden met het zoeken naar planetoïden. Ik heb ook diverse ontdekt, heb meegedaan een aantal projecten. Onder een professioneel project vanuit Hongarije. En dan leer wat mensen kennen die daar ook mee bezig zijn. En een van die mensen die vond mijn werk blijkbaar zo inspirerend dat hij besloten heeft om een van zijn vondsten, een van zijn planetoïde vondsten, naar mij te vernoemen. Kometen zijn relatief kleine objecten. Die bestaan uit stof, gas en ijs. Kometenstof, wat de baan van de aarde kruist, zien we aan de hemel terug als uitbarstingen van meteoren. Wat misschien eigenlijk de grootste dreiging is, zijn niet planetoïden, maar kometen. En met name die kometen in heel lang periodieke banen. Die een grootste deel van de tijd zo ver weg zitten dat we geen idee hebben dat ze bestaan. Mm-hmm. En dan opeens als een duvel uit een doosje binnen een paar maanden richting de aarde komen. En dit soort uitbarstingen, dat is stof van dat soort kometen. Dus het zijn eigenlijk een soort kleine waarschuwingssignalen van... hey, er is een komeet in een baan die kruist daadwerkelijk met die van de aarde. Want als het stof kruist in die baan de aarde kan bereiken, kan de komeet dat in principe ook. Als die op het juiste moment daar is. Ja. Dus dat is ook het belang van het vastleggen van dit soort verschijnselen. Ja, verder zijn echt nog heel veel verschillende types. Met al die dingen die vertellen je weer iets. Bijvoorbeeld wat we hier hebben. Dit is een ijzermeteoriet. Mm-hmm. En je ziet een soort structuur daarin. Oh jeetje, ja. Dit is eigenlijk de kristalstructuur van het ijzer. En dit soort structuren krijg je alleen wanneer ijzer onder hele hoge druk heel langzaam stolt, zeg maar. Dus dit laat zien dat dit miljoenen jaren heel diep in de kern van een grote planetoïde heeft gezeten. En heel langzaam is afgekoeld, zeg maar. En dan krijg je heel langzaam is in miljoenen jaren. Ja, echt miljoenen jaren. Dan moet je echt denken aan 1 graad afkoeling per 2 miljoen jaar of zo. zeg maar. En onder hoge druk. Ja. Dus dit vind je ook niet op aarde. En je kunt het, net zoals koper, kun je het koud hameren. Dus wanneer je met een hamer er flink op gaat hameren, kun je het plat hameren en zo. Het leent zich goed om iets van... Ja, dus we hebben vondsten bijvoorbeeld uit de toeten van Tutankhamon onder andere. Van een mes wat gemaakt is van meteorietijzer en dat soort zaken. Dus soms zijn meteorieten ook archeologisch nog interessant. En dan komen opeens beide vakgebieden weer bij elkaar. Als je alles gewoon echt goed weet en zo en goed kunt beschrijven, dan wordt het ook heel snel saai, vind ik. En als dingen saai worden, dan haak ik af. Ja. Dus ik vind dat juist het mooie van wetenschap, dat je nooit klaar bent. Er is altijd wat nieuws te ontdekken. Als je je ogen maar goed open houdt, op de meest vreemde plaatsen kun je nieuwe dingen ontdekken. Alle aandacht ging de laatste jaren naar grote kosmologische vragen, grote planeetmissies, maar... die kleine objecten die zijn heel lang onderbelicht geweest, terwijl het eigenlijk heel informatief is. Want het is afvalmateriaal uit de allereerste vorming van ons zonnestelsel. En daarmee eigenlijk heel informatief als je het onderzoekt over hoe ons zonnestelsel gevormd is, ontstaan is en waar wij uiteindelijk allemaal vandaan komen. Mm-hmm. Dus het gaat terug naar de bron eigenlijk. En we zullen allemaal ook weer worden, hè? Stof. Oh, ja. Tot stof zult gij wederkeren. Ja. Ja, uiteindelijk worden we allemaal gruis. Ja. Ja. Aan het einde van mijn reis ontbreekt er nog één ding. De plek waar het allemaal begon. Met Marcel ga ik terug naar de oude sterrenwacht in Leiden.
was het dat we hier gewoon als puber gewoon een sleutel van hadden? Ja, nu moet je toegang vragen en toen konden we gewoon om 3 uur 's nachts hier naar binnen toe. Nou, zwarte gaten zijn een beetje een gevaarlijk onderwerp wat dat betreft. En sowieso, mijn onderzoek is misschien wel gevaarlijk. Omdat het heel mysterieus blijft. En dat is niet omdat het zo'n mysterieus onderzoek is, maar omdat er heel diepgaande wiskunde achter zit. En het moeilijke van wetenschap populariseren is altijd dat je eigenlijk de wiskunde weg moet laten. Dus je moet de taal waarin het onderzoek echt gedaan wordt, moet je achterwege laten. En daardoor, hoe nauwkeurig je het ook doet, blijf je altijd een soort benadering van de waarheid geven. En het is juist dat beeld wat heel gevaarlijk is. Want dan gaan mensen denken, wetenschappers die verzinnen maar verhalen en daar zit geen, er zit niet meer achter of zo. Terwijl er heel veel meer achter zit. Hè. Er zit data achter, er zit wiskunde achter, er zitten echte goede checks achter. Ik ben meest benieuwd naar de 10.000 eigenlijk. Ja, ja, dan moeten we naar boven. Er gebeurt er echte sterrenkunde. Ja. Nou, daar is hij dan. Die ramen zitten hier. Deze is niet veranderd. Het allerleukste is misschien wel het moment, niet zozeer het moment dat je het goede idee krijgt. Dat is ook een heel mooi moment. Maar dan het moment dat je dat aan je collega's vertelt die met je samenwerken en die met diezelfde vraag zaten. Dan heb je met z'n allen zeg maar, het gevoel dat je weer een stapje verder bent. Komt-ie. Hoe zat het ook weer met dit stoeltje? Specifiek voor het kijken, maar dit... Ja, sterker nog, waar jij nu zit, daar heeft Einstein nog gezeten, zeggen ze. Echt? Ja. Dat is toch wel heel cool. De Einstein-stoel noemden we hem ook altijd. Nou, oh, Einstein? Heel wat nachtelijke uurtjes hier doorgebracht. Het is allemaal bij iedereen bij zo'n ding begonnen. Soms een beetje kleiner dan deze, maar met je verwonderen over het heelal en wat er allemaal niet in te zien is. Eens kijken of we wat kunnen zien dan. Ja, laten we eens wat gaan we bekijken. Nou, we beginnen met de maan. Huh? We beginnen met de maan. Die kunnen we nog wel. Dat doet je wel een beetje beseffen dat je zelf ook niet zo heel belangrijk bent misschien. En is dat dan de kern van de hele fascinatie? Dat je beseft wie je bent? Of? Wel een deel daarvan, ja. Tegelijkertijd is het leuke ook dat je toch dat hele grote heelal kunt begrijpen. En denk je dat we het helemaal gaan begrijpen? Nou, misschien niet helemaal, maar we komen wel steeds weer een stapje dichterbij. En over 30 jaar, hoeveel dichterbij zijn we dan? Ja, dat moet je me tegen die tijd nog maar eens vragen. Hopelijk weer wat verder. En hopelijk heb ik daar wat aan bijgedragen. Van de 5 nerds van 30 jaar geleden werd niemand sterrenkundige. Maar toch bleven we allemaal bezig met en gefascineerd door de kosmos. We vonden hobby's, muziek, iets om te gaan met een druk hoofd vol vragen. En leerden ondertussen een hoop over onszelf, de aarde en het heelal. Marco hield als een van de eerste 2 Nederlandse meteorieten in zijn eigen handen. Ja, zonder dit materiaal zouden jij en ik er niet geweest zijn. Wouters werk heeft een enorme impact op de sterrenkunde. Als we de afstanden tot de sterren die we zien goed kennen, hoe beter we kunnen verklaren wat we zien. En dus hoe beter de theorie we kunnen opstellen over het hele universum. Marcel speurt naar het onbekende. Er mist iets, ja. En dat is dus een kans om een grote ontdekking te doen. En Maarten laat mensen zelf beleven en voelen hoe wetenschap werkt. Dan snappen ze de werking en waarde van wetenschap beter. En misschien dat ze dan ook begrijpen dat wat wij daar hebben ontdekt en gevonden ook echt waarde heeft en dat je er toch echt naar moet luisteren. De jongens van toen. Quiet people with the loudest minds. Die nu een kleine bijdrage leveren aan de grote puzzel. Steeds een stukje dichterbij een beter begrip van onze unieke plek in het universum.